7, 6, 5, 4, 3, 2. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Mijn koffer ligt nog op mijn bed, want gisteren ben ik teruggekomen vanuit Zeeland. Helemaal 2,5 uur reizen, maar ik ben weer thuis. Ik heb vanochtend lekker gewerkt. Het is inmiddels alweer avond. Ik heb net lekker gegeten. En dit is, zeg maar, de laatste nacht. Een laatste volledige nacht in 2020. Want morgen is Oudjaarsdag en dan overmorgen is het 2021. Wat bizar. De tijd is echt snel gegaan. Het is een beetje koud in mijn kamer, dus ik heb gauw de verwarming aangezet. Zodat het hier iets warmer gaat worden. Want ik ben van plan om even lekker een maskertje op mijn gezicht te doen. Mezelf even te verwennen, dan lekker te douchen. En morgenochtend moet ik vroeg werken. En dan in de middag even gewoon relaxen. Een beetje rust nemen. En in de avond ga ik naar vrienden toe. Dan gaan we 2021 goed in. Dat hopen we natuurlijk. Er kan zomaar van alles misgaan. Maar we hopen dat we 2021 goed ingaan. Dus ik ga even de spullen pakken. En dan ga ik even lekker een avondje mezelf verwennen. Dit zijn de maskertjes die ik thuis heb liggen. Ik ben trouwens op de badkamer, dus vandaar een beetje het slechte geluid. En dit is een peel-off en daar hou ik dus echt niet van. Dus die doe ik sowieso niet. Dit zijn van die kant-en-klare maskertjes die je alleen op je gezicht moet leggen. En ja, dat kan altijd. Daarvoor hoef je niet daarna per se te douchen. Dus die doe ik ook niet. En dan heb ik deze nog liggen. Dan denk ik toch dat ik voor deze ga nu. En dan ga ik die andere maar een andere keer uittesten. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb een mooi badjas aan en ik heb hier een haarband liggen en natuurlijk het maskertje, kaarsjes aan. Dus we zitten er helemaal klaar voor. En voor de echte diehard kijkers die echt vanaf het begin kijken, dan herken je misschien deze mooie, hoe noem je die ook weer, badjas. Dan herken je misschien deze mooie badjas, want dit is een badjas van een soort merchandise. Want dit is de badjas en kijk de achterkant. Dit is de achterkant van de badjas, namelijk mijn YouTube logo. Die heb ik in het ziekenhuis gekregen toen ik jarig was, toen ik 16 werd. Inmiddels alweer bijna 1,5 jaar geleden. En deze heb ik gekregen van mijn zus, die heeft toen een soort van merch gemaakt. En dit is er één van. Wil je nou nog steeds ook een keertje merch uitbrengen? Laat dan weten in de reacties, want misschien in het voorjaar. Gewoon, als ik gewoon blijf gaan met YouTube, gewoon blijf knallen. Misschien in het voorjaar merch. Laat het me weten of je het wil. En dan ga ik nu even gauw me klaarmaken. En dan ga ik lekker een maskertje opdoen. En zoals je ziet, maskertje zit erop. Ik zit er heerlijk bij. Ik ga even 15 tot 20 minuutjes laten intrekken. Dan een beetje eraf doen met de washandje. Dan gauw een lipmaskertje en dan ga ik lekker douchen. Dus jullie zien me terug over 15 tot 20 minuutjes. Inmiddels zijn we 25 minuutjes verder. En ik ben hier lekker een washandje aan het maken. Met warm water. En dan ga ik mijn gezicht er eerst afhalen. En dan gaan we verder met het lipmasker. Nou, mijn gezicht is weer helemaal schoon. En ik heb hier het lipmaskertje. En zoals je misschien op de achterkant kan lezen, moet het 15 tot 20 minuten op mijn lippen. Ik kan dan niet praten, dus ik ga hem opdoen. Maar helaas kan ik dan niet praten. Dus dan 15 tot 20 minuutjes weer op mijn lippen. En heb ik als het goed is na 15 tot 20 minuten weer helemaal mooie zachte lippen. En zo ziet het eruit. En dan zo over mijn lippen. Zoals je ziet, mijn lipmaskertje is eraf. Mijn lippen zijn weer echt heel zacht. Echt, ik ben er heel blij mee. Ik ga gauw even douchen. En dan straks gelijk nog even lekker gezichtscremetje op. En dan is eigenlijk mijn verwenavondje alweer afgelopen. Ik heb net lekker gedoucht. Ik heb gelijk even mijn nachtcreme opgedaan. Dus wat ik ga doen is lekker in bed liggen. Even nog Netflix of Videoland kijken. Weet ik nog niet. En dan lekker slapen, want ik moet morgen alweer om 8 uur werken. Een uurtje later als vanochtend, dus dat is wel lekker. Dus ik zie jullie morgen weer. Oh ja, het is inmiddels avond, ik heb vanochtend lekker gewerkt. Nina is inmiddels hier. En we hebben hier op tafel allemaal frietjes liggen. We gaan daar lekker van eten, want we moeten goede bodem hebben, want we hebben een lange avond te gaan. Inmiddels liggen de snacks er ook bij. Papa pakt hem gelijk. Dus. Heel smakelijk. Lekker gegeten, we zijn er klaar voor, of niet? Ja, we zijn helemaal klaar voor. Nou, laat je outfit zien. Een leuk shirtje, yes. Met een flared broek. En een split.
coole split. Splits. En schoenen. En dit is mijn outfit. Een leuk kooltruitje. En een rokje. En gewoon simpele schoentjes. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Ik neem de camera wel mee, maar ik weet niet in hoeverre ik allemaal ga filmen. Aangezien ik eigenlijk maar twee mensen ken. En dat zijn Nina en Twan. En het is bij Twan. Dus misschien als het heel gezellig is en het is gewoon, ja, gewoon vertrouwd, voelt het gelijk. Misschien dat ik dan even film. En anders misschien een keertje op de wc met Nina. En veel meer niet. Dus jullie zien het vanzelf. Ja, we gaan even kijken op de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit lukt niet. Ja! Ik ga moeten organiseren. Als je gaat op. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Beste wensen aan iedereen. Gelukkig nieuwjaar. En hopelijk wordt het beter dan 2020. Jongens, sowieso. Happy New Year! Happy New Year! La 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 la. We gaan even de dijk op. Trouwens, jongens. Mijn vuurwerk aantekening is kwijtgescholden van vorig jaar. Even een terugblik van mijn vuurwerk dingetje. Oh, de handhaving. Yes, handhaving is gekomen. Ik heb mijn legitimatie moeten laten zien. En nu moet ik naar Hal toe komen. Gelukkig geen boete. Maar ik moet wel naar Hal toe. Samen met een van mijn ouders. Helemaal kut. Allemaal vuurwerk achter mij. Hoezo vuurwerkverbod? Overal wordt gewoon vuurwerk afgestoken. Hoezo vuurwerkverbod? Hoezo vuurwerk? Ik ben die grote vuurbal, jongen! Bam! Mijn vuurwerk aantekening is kwijtgescholden. Hallo allemaal, het is inmiddels 2 januari. Gisteren was ik een beetje moe, dus ik heb niks gefilmd. En nu sta ik buiten met echt een super groot pakketje. Die ga ik even wegbrengen, maar wel op de fiets. Dus dat gaat nog heel wat worden. Ik kan dus niet filmen terwijl ik op de fiets zit. We gaan even het pakketje gauw wegbrengen. Die moet terug, er zit een lamp in. Hij is niet zo zwaar, maar hij is wel echt heel groot. En dan ga ik naar Luc toe. We gaan eerst even naar de supermarkt. En dan gaan we bij Luc thuis pannenkoeken bakken. Ik was net even met Luc aan het gamen en toen zei hij, hey, zin om hier pannenkoeken te komen bakken? Ja, waarom niet? Dus we gaan even gauw deze wegbrengen en dan op naar Luc. Ik ben inmiddels bij mijn kleine vriend aangekomen. We zijn lekker pannenkoeken aan het bakken. En wie kan er beter pannenkoeken bakken? Ik. Ja? Sowieso ik. Nee, sowieso ik. Ik ben veel beter. Ik. We gaan het laten zien. Oké, wie nu de mooiste maakt, oké? Okay? We hebben ervoor gekozen, team meiden tegen de jongens. Ja. Ik zit in team met Donna. En hier zijn de jongens. Yo. Hey, Luc. Oké, ga jij even vertellen wat jullie idee is en wij luisteren niet. Jullie moeten dat gewoon zo. Oké, nee, dan gaan wij even daar. Ja, is goed. Oké, neem jullie mee, kom maar hier. 24. We gaan gewoon een normale ronde pannenkoek maken. Dan gaan we Nutella eroverheen doen en een poedersuiker. Ja. En dan was het eigenlijk. Nee, we hebben ook nog gouden balletjes. Die gaan we ook overheen doen. En dan stopping en dan wordt die. Ja, ga zo winnen. Stemmen jullie op ons. Stem op ons. Komt oh, team down. Team down. Ja, team down. Oké. Okay. Kijk, dit is ons idee. Dit gaan wij in een pannenkoek doen, hè? Ja. Wij gaan er zitten. Ja, dus wij gaan voor gewoon iets cools. Gewoon iets cools, maar ook gelijk lekker. We gaan iets maken waarschijnlijk. Met allemaal dingen. En dat is wel leuk, maar het is niet lekker. Wij willen gewoon ook lekker om op te eten. Ja, dat is ver. Dat is ver. Pannenkoek. We zitten in fucking dat is ver. Dat is ver. Hé, wat? Ik moet nu even schudden. Huh? Zet klopt erin. Maar zo ziet hij er nu uit. Oh, jullie doen echt. Wat? Ik ga dit allemaal fixen. Wat is deze? Zo ziet hij eruit. De andere kant is heerlijk bruin. Deze kant, kijk eens hoe mooi. Ja, precies, wij gaan gewoon winnen. Wij gaan winnen. Ja, wij gaan winnen. Zijn jullie al benieuwd wat dit gaat worden? We gaan het zien. Maar gewoon eerlijk, jullie vinden het ook niet lekker uitzien. Jawel. Wel? Je zou het ook wel lekker eruit zien. Nee, waar zijn die dingetjes? Ik ga even halen. Ja, doe maar die gouden dingen erop. Ja, die gouden dingen.
Let's see. Die dingen die zijn niet keihard. Niet te veel! Ja, die dingen zijn... Zo! Dit is gewoon goed. Okay. Nou jongens, team down. Dit is de pannenkoek geworden. Wat zit er allemaal op? Pannenkoek, kaas, chocola, suiker en balletjes. Goeie. Kijk, dit is onze pannenkoek. Ja, mooie logo van de allerbeste YouTuber van Nederland. Ja, precies. Dat is niet waar. Wel, dat is wel waar. En er zit kaas op. Kaas, gewoon pannenkoek, kaas. Maar kijk even de andere kant, hoe mooi bruin die is. Ja, wat perfect. Lekker. Maar je moet het eerlijk zeggen, lekker of vies? Nee, kaas met chocola. Oh, dat zeg je nu. Nee, maar eerlijk? Cijfer. Oké, okay, ik ga proeven. Welke cijfer? Van hun. 6,5, 7. Ik vind die combinatie niet lekker. En wat vind jij? Oké, okay, hij is mooi. Ja, vind ik ook. Kan veel beter. Hij is wel mooi, maar de smaak. Kijk, het is niet heel verkeerd, die chocola met kaas. Jawel. Maar. Nieuw. Ja, weet je, apart, snap je? Het is nieuw. Ja. Ik vind het niet lekker. Het is wel lekker. En? Nou, ik heb het schreven, die credits. Het is eigenlijk best lekker. Ja? En ja. Er zit ook niet te veel chocola op, hè, hier. Gewoon lekker. Ja. Nee. Ja, lekker? 8 van 10. Oké, nou die van ons. Maar dit pak ik altijd, gewoon pannenkoek kaas. Ja, maar deze, hier zit echt liefde in. Ja, die van ons niet. Oh. Lekker? Ja. Mama. Nee, ik weet al. Oké. Okay. Gewoon lekker. Jo. Nou. Gewoon een pannenkoek met kaas. Gewoon pannenkoek met kaas, maar wel met echt heel veel liefde, toch, Donna? Eerlijk? Hoe smaakt die? Gewoon lekker. Is het kaas? Nee, dus niet. Oh. Is gewoon lekker. Ja, dit is gewoon een pannenkoek. Ik ben nu de video aan het editen en ik ben helemaal een outro vergeten op te nemen. Dus laat nog heel even gauw weten in de reacties welke pannenkoek jullie het mooiste vonden en welke jullie het lekkerst lijkt. En doe zeker een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je niks van mijn avontuur wil missen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.